Hey, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. In deze video ga ik vertellen hoe ik op dit moment mijn planning maak. Ik heb in het verleden meerdere planningmethodes geprobeerd. Maar ik ben erachter gekomen dat dit op dit moment echt mijn manier van plannen is. En dat deze planning ook zorgt voor meer productiviteit. En dat het ook echt een effectieve planning is. Want soms is het heel erg lastig om aan je planning te houden. Maar met deze planning lukt het me wel. Dus mocht je benieuwd zijn hoe ik nou op dit moment mijn planning maak, kijk dan vooral verder. Voordat we met het plannen gaan beginnen, wil ik nog iets met jullie delen. Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gezien, heb ik hier een waterfles in mijn hand. En dit is niet zomaar een waterfles. Je kunt hem namelijk customizen met bijvoorbeeld je naam. En wat ik zo fijn hieraan vind, is dat het een rietje heeft. En ik merk dat ik gewoon veel meer water drink uit een rietje dan uit een normale fles. Heel erg gek eigenlijk, maar het drinkt gewoon heel erg prettig. En naast dat kun je er ook voor kiezen om fruit erin te doen. Dus dat is heel erg fijn. Nu heb ik gewoon normaal water. Maar mocht ik behoefte hebben aan een extra smaakje, dan kan dat. En ik weet niet of je het al zag, maar hierachter heb ik ook nog de thermosfles. Hierop heb ik poetry staan. En naast dat is hij ook nog eens mooi. Hij past helemaal in mijn interieur. Ik ben helemaal overhyped over dit aan het vertellen. Dus mocht je zelf nog op zoek zijn naar een hele leuke drinkfles, dan zal ik een linkje van My Customized hieronder in de beschrijving zetten. Oké, hoe pak ik het aan? Ik zorg ervoor dat ik altijd een algemene to-do-lijst heb. Ik heb altijd mijn standaard boekje waar ik mijn to-do's in schrijf. En naast dat gebruik ik ook de herinnering-app op mijn telefoon. Ik heb een lijst staan met to-do's. Dus als ik iets moet onthouden, dan zet ik dat daarin. Als ik mijn algemene to-do's heb genoteerd, dan zoom ik in op een week. Dus ik maak altijd een week to-do-lijst. Dus dit zijn alle to-do's die ik in een bepaalde week gedaan moet hebben. En naarmate de week kan ik ook nog de to-do-lijst aanvullen. Maar door dit te doen zorg ik ervoor dat ik niks ga vergeten. Want ja, ik ben zelf best wel vergeetachtig. Dus het is wel handig om alles genoteerd te hebben. En als mijn to-do-lijst van de week klaar staat, wordt het tijd om mijn dagplanning te maken. En dit doe ik altijd de avond van tevoren. Soms maak ik ook wel een planning voor de hele week. Maar ik merk dat ik me daar dan minder snel aan hou. Voor de dag zelf maak ik een algemene to-do-lijst met alle activiteiten die ik die dag gedaan wil hebben. En vervolgens maak ik een dagindeling. Ik verdeel het onder ochtend, middag en avond. Maar daar houdt het niet bij op, want hetgene wat voor mij het meest werkt is om met tijdslots te werken. Dus ik noteer alle uren. Vaak begin ik bij een uur of 8 en ik eindig bij een uur of 9. Het ligt heel erg aan de dag en hoeveel activiteiten ik moet uitvoeren. En soms deel ik het ook per halve uur in. Dus dan begin ik bij wijze van spreken bij 8 uur, dan half 9, dan 9 uur, half 10, etcetera. Maar als ik grotere taken moet uitvoeren of afspraken heb, dan vind ik het fijner om met uren te werken. Dus 8 uur, 9 uur, 10 uur, etcetera. En door dit te doen houd ik me ook echt aan mijn planning. Ik zorg er wel voor dat ik flexibel ben. Dus ik ga niet specifiek timen van hier ben ik echt zo lang mee bezig. Ik maak wel een grove schatting van misschien denk ik met deze activiteit ongeveer een uurtje mee bezig te zijn. Dan plan ik daar een uurtje voor in. En dit is als het ware een rooster voor jezelf maken. Want ik heb gemerkt dat ik roosters echt heel erg fijn vind. Op de middelbare school vond ik roosters al fijn. Want dan wist ik gewoon waar ik aan toe was. En door dit te doen merk ik dat ik gewoon veel productiever ben. En ook veel meer gedaan krijg. Want dan zie ik, oh, het is 9 uur. Ik moet dit doen. Oh, wat staat er op 10 uur? Oh, wat staat er om 10 uur op de planning? Oh, dit en ga zomaar verder en dan kan ik het zo makkelijk afvinken. En als ik sneller klaar ben met mijn taak, dan ga ik naar mijn andere to-do-lijst. Dus mijn algemene to-do-lijst. En dan kijk ik wat ik nog meer tussendoor gedaan kan krijgen. En op deze manier
werk ik al mijn taken af. En is de kans groot dat ik al mijn to-do's voor de dag heb weggewerkt binnen een x aantal uur. En naast mijn fysieke planning gebruik ik ook een app. Die gebruik ik echt al jaren, namelijk Google Calendar. En daarin heb ik al mijn algemene afspraken in staan. Mijn to-do's, mijn reminders. Dus het is echt een combinatie van de fysieke planning en mijn digitale planning, omdat ik dit altijd bij de hand heb. En op deze manier voorkom ik dubbele afspraken en ja, voorkom ik dat ik dingen ga vergeten. Ik doe dit al automatisch, maar mocht je hier moeite mee hebben, dan kun je je to-do-lijst ook verdelen met dingen die prioriteit hebben en dingen die minder belangrijk zijn. Want ik ben heel snel geneigd om dingetjes te doen die leuk zijn, minder belangrijk zijn, omdat dat sneller gedaan is. Maar vaak is het wel belangrijker om je eerst te focussen op de dingen die echt gedaan moeten worden. En dan pas je tijd te besteden aan dingen die minder belangrijk zijn. En om ook nog eventjes mijn spread kort toe te lichten. Aan de linkerkant, is het links? Ja. Aan de linkerkant heb ik dus mijn algemene to-do-lijst. En aan de rechterkant heb ik mijn dagplanning onderverdeeld in ochtend, middag en avond. Ja, en dit is hoe ik op dit moment mijn planning maak. Ik merk dat ik op deze manier gewoon zoveel meer gedaan krijg. En het zorgt voor een voldaan gevoel. En dat vind ik heel erg fijn. En laten we eerlijk zijn, dat komt ook wel eens voor dat je een dag hebt dat je gewoon helemaal geen zin hebt om een planning te maken. Dat is ook helemaal oké. Dan loopt de dag gewoon hoe het moet lopen. En soms is dat ook gewoon fijn. Maar mocht je echt behoefte hebben aan een fijne planning, dan raad ik je zeker aan om deze manier een keertje te proberen. En mocht je zelf een manier van plannen hebben waarvan je denkt van dit is goud, dit moet ik met de rest delen, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. Ik ga even hydrateren, want ik heb een hele droge keel van al dat praten. Zoals ik al eerder in deze video zei, zal ik een linkje van deze waterfles en de thermosfles hieronder in de beschrijving zetten. En dan hoop ik dat je iets aan deze video hebt gehad. En ik hoop je volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Doei!